Breda Nu. Je weet het meteen. Rien, welkom. Oh, dank je. Jij hebt al die mensen gevraagd, hoe ben je bij de revue gekomen? Wanneer ben je bij de revue gekomen? Die vraag stel ik nu aan jou natuurlijk. Mijn eerste revue is geweest in 1990. Ik heb ze niet allemaal, alle 19 dus niet gedaan. Een stuk of 14 denk ik in zijn totaliteit. En men zocht tekstschrijvers. En daar heb ik op gereageerd. En ja, langzamerhand zit je dan in het hele proces erbij betrokken. En dat is van alleen tekst schrijven, naar acteren, et cetera, is dat doorgegroeid. Een hele leuke tijd, een heel belangrijk stuk in mijn leven. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja. Absoluut. Ja. Want als ik die programmaboekjes nakijk, dan zie ik in 1995 staan tekst Rien Rox. Tekst Rien Rox bij diverse liedjes. Nou, niet alleen Rien Rox, meerdere. Nee, maar jouw naam komt heel vaak voor. En in de loop van al die revues komt jouw naam regelmatig voor. En dan was er ook bij dat er muziek Rien Rox, want daar heb je ook nog voor gezorgd. Ja, ja, ja. Ja. En ja, ik ben geen componist hoor, maar als schrijvende ontstond er wel eens een idee voor een bepaalde melodie. Dus ja, ja, dat klopt. Ik heb ook gelezen, je was zangsolist. Ja, 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 ja. En je was acteur. En ze schudden mij van school, mee met een hoed en een pistool. Oh, I didn't know where to go. Als ik het toch geen moer wil leren, kun ik het beter emigreren. Zit dat de yo, hippie are you. Een vrachtschip nam mij mee. En over de acteur zijn, daar kan ik me nog herinneren dat jij dus een samenspraak had met Jos. Dat klopt, ja. Ja. En dan belichten jullie de actualiteiten van Breda. Ja, ja. Hoe ging dat? Haalden jullie dat uit de krant of hoe ging dat in zijn werk? Ja, dat is in de eerste jaren, begin de jaren 90, is dat een keer ontstaan. Toen nog samen met Nico Jongenhelen. En dat is er altijd in de jaren eigenlijk wel ingebleven. En dat was het blok actualiteiten. Dus wie geven we een steek? De angel van de week. Wie maakt het te bont? Dus richt op de kont. Ja, heertjes krijgt de steek. Rutte, wat vindt Rutte daar nou van? Nou, daar gaan we weer, hè. Rutte die weet het niet, Rutte die hoorde niet en Rutte die ziet het niet. Nee. Ja. Hey, weet je... Zeg Willem, hebben we nou alle wethouders gehad? Oh, het moeten er 6 zijn. Ik ken ze zo langzamerhand allemaal uit mijn hoofd. Dan komen ze de Bruin, Van Raar, Van Dongen, Van Vessem, en Joep Tax. 5. Voilà. Nou, we missen er een, hoor. Nee, dat is niet waar. De Bruin, Van Raar, Van Dongen, Van Vessen, en Joep Tax. We blijven er ene missen, man. Nou, nog eens, maar dan moeten we wel een beetje helpen, van als jullie wel. De Bruin, Van Raak, Van Dongen, Van Vessen, en Joep Tax. 5. Koekoek. De Bruin, Van Raak, Van Dongen, Van Vessen, en Joep Tax. U mag meezingen, nog. De Bruin, Van Raak, Van Dongen, Van Vessem en oké, hè? Koekoek, koekoek, en Nijpels is weer zoek. Koekoek, koekoek, en Nijpels is weer zoek. Gerrit, het wordt tijd voor een kanon. We beginnen met de zaal, hè? De Bruin, Van Raak, Van Dongen, Van uitstekend. Ja, en nog een keer. De Bruin, Van Raak, Van Dongen, Van Dongen. En wij gaan door, hè? En wij gaan door, hè? Koekoek, hè? Koekoek, koekoek, Van Nijpels is weer zoek. Koekoek, koekoek, Van Nijpels. Dan heb jij inderdaad toch wel met diverse regisseurs gewerkt.
Ja. En hoe was dat? Was dat dus dat je een thema kreeg? Of bepaalde die regisseurs dat? Of was dat door een team vastgesteld? Nee, wij zaten met een tekstschrijverscollectief. Dus ik schreef niet alleen hoor. Vaak met een man of 6. Jan Koren, Brits Frans Fluitman, Jos Braber, om wat namen te noemen. En wij waren daar het hele jaar mee bezig. Wat was de revue afgelopen? 2 weken later zaten wij weer aan tafel om ideeën te gaan spuien voor de eerstvolgende revue. En dan moest je heel kritisch kijken, want je kon niet altijd met de grote kerk en de grote markt op de proppen komen. Dus we moesten locaties bedenken. We hebben bijvoorbeeld een keer een scène gehad, de begraafplaats Zuilen, om een voorbeeld te noemen. Ja. En zo langzamerhand ontstonden er van alle ideeën en dan werden de taken verdeeld. Een sketchschrijver door die, een liedjeschrijver door die. En dan langzamerhand ontstond er weer een hele revue. Maar het betekende wel voor Thuisfront dat ik er en andere schrijvers eigenlijk het hele jaar mee bezig waren. Bij alle Jezus God, hé. Maar, we hadden toch een reis gewonnen? Ja, dat hebben we nog. Maar gaat je steeds dat we zouden gaan vliegen? Ja, maar dat gaan we nog. Eindelijk, ik ben er. Jezus, wat een gesjouw zeg. Maar? Ja? Wat een spa nou eens zien. Zonde. En op de mis, jij bent nog jong. Ja, dat is waar. Graag het een beetje. Het is elk jaar hetzelfde met jullie. Jullie nemen weer festival mee. Ja, maar jongen, je moet ook wel wat ergens voorbereid zijn, hè. Ja, goedemiddag, beste mensen. Goedemiddag, wij gaan er vanmiddag een heel bijzonder ritje van maken. Mijn naam is Nico en Nico zal u de fraaiste plekjes van Breda laten zien. We stoppen vaak, kunnen uitstappen voor een kiekje te maken. Dat is leuk voor het thuisfront. Met die een bus gaat het als volgt. Als ik zeg start, dan tilde de bus op. Als ik zeg voorwaarts, gas, dan gaat het voorzichtig lopen. Als ik zeg remmen, dan stopt het met lopen. En als ik zeg rust, zetten we de bus neer en stappen we eruit. Is dat begrepen? Ja, dan stappen we nu in. Ja, en snel alsjeblieft. Madame. Geen loopreksjes in de bus en zullen, dat stremt, hè? Kom op, hè? Zo, en een beetje snel, alstublieft. Zitten we er allemaal in en zijn we er klaar voor? Daar gaan we dan. Start. Vroom. Voorwaarts. Gas. Goed, wij gaan verder. De volgende opgave. Let u op, handen bij de knop. De 2, puntje, puntje, puntje. Van de Waardijk! Nee! Wat nee, man? Er waren wel 2 aan DNA, hoor. Dat kan wel zijn, maar dat reken ik niet goed. Weet niemand het juiste antwoord? Nee, het is de 2e Wilhelmina Vijver. Ja, zo is het ook nog wel een paar, zeg. De 1e Wilhelmina Vijver is er toch ook? Wat een speulen, man! Voor mij ben jij in de 2! Ja, ik kan me voorstellen, nu je het over het thuisfront hebt, ik heb ook begrepen dat jouw vrouw mee heeft gedaan, jouw dochter mee heeft gedaan, en zelf jouw zoon Matthijs heeft ook nog mee gedaan. Ja, toen was hij 9 jaar. En ik heb daar een foto van gezien. Ja, ik sleurde er geloof ik heel mijn familie bij. Dus, dat was toch wel leuk, want dan had je een gezamenlijke noemer. Maar ik kan me ook wel eens herinneren, het was thuis nog wel eens onderwerp van gesprek dat de kinderen op een gegeven moment ook wel eens zeggen van, nou even een revue. En een aardige anekdote, als ik dan een bepaalde rol moest spelen die een beetje een apart figuur, een of andere patser of zoiets op toneel, en de kinderen in de zaal en zo van, oh, het is mijn vader, maar ik wil het eigenlijk niet weten. Dus dat had zijn voor- en zijn nadelen. Ja. Maar ja, het was een revuekoorts die bij ons in huis hing, dat klopt wel. Ja. Ja. Dus tussen de spruitjes en de yoghurt zat er revue. Ja, we praten ook wel eens over iets anders. Goed zo, dat klopt. Maar het was regelmatig onderwerp van gesprek. Ja, nou, ja, ik denk dat de mensen dus, die Breda's revue herinnering hebben, al die scènes voor zich zien. Een heleboel scènes voor zich zien die ze dus graag terug zouden willen zien. Uh-huh. Nou is het zo, want ik denk dat we aan het einde van ons gesprek zijn gekomen. Uh-huh. Dan mocht de gast aan tafel altijd een keuze doen. Ja, dat klopt. Nou zou jij ook een keuze mogen doen, maar dat mag jij niet. Oh. Want we willen jou door middel van de keuze die wij gemaakt hebben, bedanken voor alle muziekjes, alle teksten die je gemaakt hebt, alle humor die je op de planken hebt gezet, willen wij jou dus
een plezier mee doen door het bierlied te laten horen. Ik denk dat we daar dus een uitstekend iets voor hebben gevonden. En daar wil ik mee afsluiten. Succes voor de toekomst. Oké. Okay. Bedankt. Dat wordt voor mij vanavond weer een hoopje show. Nelleke, ik kan hier zo van genieten, hè, van die Bredana's. Zijn gezelligheid, zijn gemoedelijkheid en zijn voorkeur voor bier. Zijn eigen Bredaanse oranjebonken. Het is een zaligheid om hier de pils te tappen. Alle ellende even aan je laatste lappen. De Bredana wordt pas met zoals hij tevreden. Als een pilsje kan genieten in het café. Want de Bredana aan de bar en op terrassen. Die kan uitstekend zelf op zijn tellen passen. Hij geniet van elk festijn, van ieder feest. Dus zonder bier was de Bredana saai geweest. En we maken er een lekker feest van. De eerste dan is voor mijn eigen Nel. Schuimend bier, bruisend bier. Drinken de Bredana's echt een liter stier. Uit het vat, van het vat. Het heeft maar zelden ooit genoeg gehad. Akken een Bredana ziet, hoe hij van zijn bier geniet. Op het goeie leven wat een glas gegeven, wat een drink. En daar komt nog meer bier bij, let maar op. De Bredana houdt van feest en houdt van stappen. En van lekker in zo'n witte schuimkraag happen. Voor grote feesten gaat hij zeker niet opzij. Dus in Breda zijn eigen brouwerij. Oranje bombier weet hij zeker te waarderen. Ons eigen bier is wat Bredana's vaak beweren. Het is geweldig kastelein te wezen hier. Want de Breda naast die genieten van hun bier. En nu een sfeertje kweken met la 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 en de zaal met een melodie. Ja! Schuif en bier, bruisen bier, drinken de Bredana's en de liters bier. Uit het vat, van het vat, heeft de hit maar zelden wat gelukken. Hadden we de Bredana's uit, hoe er van zijn bier geniet. Op het goede leven wat een land gegeven, wat een eind. Met de moraal van het totale verhaal, ja, dan komt ik. Ik kan dat allemaal zo prachtig niet vertellen. Maar soms heb ik toch aan ik wat mee jou te stellen. Van ieder blad dat hier door jou wordt geserveerd, is dit een glas altijd voor jou gereserveerd. Ga je ten hele dikke pens van wie dat witte. Je weet niet eens meer wat daaronder nou moet zitten. Ik vond het echt heel weinig toch tevreden zijn. Nou ja, zo is het leven aan de kastelein. En blijf een schattel snel, hé. Op haar zingen we dus niet. Schuimend bier, bruisend bier, drinken de Bredana's enkele liters hier. Uit het glas, van het vat, het heeft maar zelden ooit genoeg gehad. Akker de Bredana ziet, hoe hij van zijn bier geniet. Op het goeie leven wat een glas. Even wat we drinken, met veel plezier. Geen Bredana's, dus een bier. Hé, hey Nel, moet eens opletten wat er echt die mensen doen. In de foyer, tappen en kappen. Schuimend bier, bruisend bier. Drinken de Bredana's en de bieters.